Ik heb eigenlijk al jaren een eigen Android-app in de Google Play Store, een fotografie-specifiek app. Ik ga even dit device opstarten om je die app te laten zien. Het zou kunnen zijn dat ik in het verleden wel al een video gemaakt heb rond die app. Ik ga ook een klein beetje uitleg geven rond wat die bereikt heeft, die app, en wat dat dan mij van inkomsten opbracht. Ik ben eigenlijk Java-ontwikkelaar oorspronkelijk. En de app staat echt al heel lang in de App Store, of in de Google Play Store beter. Van 2009 of zo, denk ik, dus bijna, allez, zeker al 10 jaar. En omdat ik een Java-ontwikkelaar was, vroeger was Android volledig te ontwikkelen in Java, dus was dat eenvoudig voor mij om een app voor Android te maken. Ik heb eigenlijk ik heb een aantal pogingen gedaan om een versie voor iOS te maken ook, maar ik heb die nooit volledig kunnen afwerken, die is nooit gepubliceerd geweest. Ondertussen is Android wel overschakeld op Kotlin. En iOS is overschakeld op Swift. Ik zal ooit denk ik nog wel eens een poging doen. Nu die app, om een idee te geven, ik zal zo op de functionaliteit terugkomen, maar om een idee te geven over wat dat bereik van die app is, heeft al meer dan 1 miljoen. Nu, de nummering van het aantal downloads komt niet overeen met het aantal installaties. Het aantal actieve installaties op het hoogtepunt was daar rond de 300.000. Nu zijn dan nog minder dan 50.000, denk ik, actieve gebruikers. Omdat ik 4 jaar geleden ongeveer, met de verbouwing van dit huis, had ik geen tijd meer om updates uit te brengen. En dan is dat een beetje stilgevallen. Ik heb dat nu heel langzaamaan terug opgepakt. Ik heb de app terug up-to-date gebracht. Ik zal ook, ik heb eigenlijk 2 podcast afleveringen gemaakt rond heel de app en de evolutie van de app. Dus die zal ik ook linken in deze video. Want het hele verhaal is net iets te uitgebreid om alles in een video te gieten. Ik ga waarschijnlijk ook via de WordPress blogpagina ook wel het een en het ander schrijven over de app. Dus momenteel nog maar iets van de 50.000, denk ik, actieve gebruikers. Eigenlijk oorspronkelijk, de downloads ging ik nog vertellen, zat momenteel zit dat over de 1 miljoen. Maar een keer dat dat de 500 gepasseerd is, de volgende update is 1 miljoen en dan de volgende update is 2 miljoen. Dus hij zit nog niet aan 2 miljoen, maar ik denk wel dat hij bijvoorbeeld aan 1,5 miljoen zit, maar dat kan ik niet in detail direct zien. Op zijn hoogtepunt, zoals hij 300.000 actieve gebruikers had, had ik eigenlijk 2 apps in de Play Store staan, 1 betaalde versie. En dan bleek dat de goedkoopste prijs het best werkte. Dan heb je meer installaties, omdat je die lagere drempel hebt. En daar had ik ongeveer... Dat ga ik moeten in de... Ik zal dat op papier zetten in de blogpost of in de podcast heb ik het ook vermeld. Maar ik weet het cijfer niet uit het hoofd. Maar dan qua advertentiekost. Ik had een andere versie die gratis was en daar zaten advertenties in. En daar had ik op zijn hoogtepunt iets van een 650 euro per maand aan advertentieinkomsten. Nu op dit moment, een keer dat ik dan geen tijd meer had om die updates uit te brengen, heb ik dan eigenlijk de app volledig gratis gemaakt. Dus met de volledige functionaliteit volledig gratis. En op dit moment is het nog altijd volledig gratis met de volledige functionaliteit. Misschien als ik er weer terug meer tijd in steek, dat ik ook wel terug advertenties... doorvoer. We gaan even kijken naar de app ook. Het is eigenlijk een verzameling van allerlei tools die handig zijn voor fotografie. En als je dan kijkt, ja, bijvoorbeeld een DOF-calculator waarmee je dan kunt berekenen met welke brandpuntsafstand en welke type camera. En die type camera gaat dan vooral over de grootte van uw sensor of uw film. Over hoeveel meter dat er dan dat uw scherpte dan juist reikt. Field of view calculator, exposure reciprocation. Kijk zeker een keer naar de app zelf ook als u dat interesseert. Er zijn tal van apps in. Allee, tools moet ik eigenlijk zijn. Om bepaalde instellingen te berekenen. En het unieke aan de app vind ik zelf is dat je hier via de instellingen
kun je camera's gaan configureren. Dus dan heb je allerlei type camera's. Je kunt daar zelf je type camera aan toevoegen als je dat wilt. En op dezelfde manier kun je ook lenzen toevoegen. Die dan gebruikt kunnen worden voor de tools, voor de berekening. Ja, en locaties kun je op vergelijkbare wijze ook delen. Nu, al die items waren vroeger werden die gedeeld, kunnen die uploaden als je dat wou. En dan konden andere gebruikers uit diezelfde lijsten ook. Dus als jij bijvoorbeeld hier al je Sony Alpha 7 had ingezet als die juist uitkwam, dan konden andere gebruikers die ook vinden via die online services. Op dezelfde manier had ik ook een heel platform waar dan andere mensen konden vertalingen maken van de app eigenlijk. En zo komt dat je heel veel, dus ik heb Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Duits, Nederlands, Russisch, Chinees, Duits en Koreaans. Allemaal vertalingen die door een community gemaakt zijn en die dan zo in de app terechtgekomen zijn. Ik had een volledig online platform ook om die dingen te delen. Maar bekijk de app dus zeker en luister ook de aflevering van de podcast als je meer details wil rond die app.